Sommige mensen hebben toch wat meer pech. Die zijn bijvoorbeeld al niet zo fit. En het komt wel eens een keertje voor dat er of een hartinfarct gebeurt. Hey, waarom doet u mee aan de Strong Viking Run? Omdat wij een weddenschap hadden met elkaar en met dus waar zij gaan doen. Omdat ze me over hebben gehaald en ik kan geen nee zeggen. Het is gewoon lekker. Wat vind je er zo lekker aan? Ah, dat je gewoon een kaart afgaat. Daar kom ik hier voor. Gewoon lekker afgaan. Bevalt het wel? Tot nu toe is dit wel een beetje vies worden. Dat houden we wel van. Ja. En welke obstakels vond je het leukst om te doen? De glijbaan en het ijsbad. Waarom? Ja, omdat je dan voelt dat je leeft, hè? Modder, touwklimmen, ijsbakken en nog veel meer obstakels. Na bijna anderhalf jaar vond afgelopen weekend voor de 9e keer in de Berendonk de Strong Viking Run plaats. Nou, Strong Viking is een fysieke en mentale uitdaging. Dus we leggen een parcours neer van beginners tot gevorderd. Van 4, 7, 13, 19 kilometer. Nou, we beginnen zo meteen hier met een rope climb, dus getouwklimmen. Een basis uitdaging. Daarna krijg je de mudrandjes door de modder heen, lekker glad, ook lekker zwaar zeg maar. En dan begint het van een flying rachna, een trapeze, tot een iceman, dus een waterbak met ijs waar je erheen moet. Yes. Natuurlijk heel bekend zoals een fjord erop, een 14 meter hoge glijbaan waar je vanaf gaat. En het gaat erom om je mentale uitdaging te verleggen. Dus heb je een beetje hoogtevrees, heb je een beetje claustrofobie, we hebben ook tunnels waar je erheen moet. De cryofobie, een beetje angst voor koud zeg maar. Dus probeer alle elementen van fysieke en mentale uitdagingen erin te verwerken. Dus iedereen kan op elk niveau een uitdaging aangaan bij Strong Viking. En al die obstakels kunnen nog best gevaarlijk zijn. Mensen die vallen, die gaan door hun enkel heen. Er zijn mensen bij die wat schaafwonden aan de handen hebben van de touwen bijvoorbeeld. Er zijn wel eens mensen die een keertje een schouder uit de kom hebben. Sommige mensen hebben toch wat meer pech. Die zijn bijvoorbeeld al niet zo fit. En het komt wel eens een keertje voor dat er of een hartinfarct gebeurt. Of alle andere dingen die ook buiten kunnen gebeuren. Wij worden eigenlijk iedere keer als er een Strong Viking Run is, of in Nederland of in België, worden wij door de organisatie gevraagd om hier voldoende mensen te leveren. Om te zorgen dat alles wat minder goed gegaan is, toch medisch gezien weer rechtgezet wordt. Dit jaar, dit is de eerste run dit jaar, hè, hebben we nog bijna niets hoeven doen. We hebben de drukste editie ooit. Dus voor ons ook wel een uitdaging. Anderhalf jaar gelijk, de grootste editie ooit. Dus ja, super weekend bij ons.